Doei. Welkom bij de tweede editie van Nacho Under 20 vanuit Antigua en Barbuda in het kader van de CONCACAF Men's U20 Championships 2024. De nationale U20 herenselectie zal 4 kwalificatiewedstrijden spelen in het gastland Antigua en Barbuda. Blijft u afgestemd. De Nacho U20 herenselectie speelt hun eerste wedstrijd in groep B tegen het gastland Antigua en Barbuda. We hebben een interview met Werner Blackson, de bondscoach, over de voorbereidingen naar de wedstrijd. Werner, wat zijn je gedachten voorafgaan aan de eerste kwalificatiewedstrijd? Mijn gedachten zijn sowieso dat we een zwaar bezet toernooi tegemoet gaan. Omdat je speelt 4 wedstrijden in 8 dagen tijd. En dat is een beetje niet wat we gewend zijn te doen. We doen 4 in een maand. En dan is het even aanpassen. En zodanig de groep voorbereiden dat die 4 wedstrijden op een goede manier doorkomen. En hoe heeft het team zich voorbereid op het kwalificatietoernooi? We zijn al geruime tijd in training. Deels gestart met de lokale jongens en sinds 2 weken terug ook de jongens uit diaspora die ze hebben toegevoegd aan het team. En we hebben in de laatste week van onze voorbereiding hebben we getracht om de situatie die we hier zullen aantreffen, 4 wedstrijden in een week, min of meer na te bootsen met veel roulatie, dus niet iedereen vol laten spelen. Maar dat ze wel in elk geval die beleving ook meemaken van hoe dat zal zijn straks op Antigua. Zijn er specifieke tactieken of strategieën die u van plan bent toe te passen tegen Antigua? Jazeker, we hebben Antigua bekeken. Niet te onderschatten tegenstander. Ze hebben overigens met 4-0 gewonnen van Guyana. Dat zegt al een heleboel. Dus wij gaan die wedstrijd met een zeer goede concentratie, maar ook motivatie tegemoet. En we moeten alles eraan doen om Antigua, het voetballen in principe, wat ze, de ruimte die ze hebben gehad, onmogelijk te maken. En daar zullen we ons heel goed op voorbereiden. Zijn er blessures of andere zorgen binnen het team? Er zijn wat lichte blessures, maar die zijn, laten we zeggen, goed in behandeling en we verwachten dat iedereen morgen volledig inzetbaar is. Zijn er sleutelfiguren binnen Nacho U20? Ja, sleutelfiguren zou ik nu op dit moment niet direct willen zeggen. Het is een goed geheel en natuurlijk verwachten we wel dat aan het eind van het traject er enkele spelers zullen uitschieten. Dus daar kunnen we misschien later in de nabeschouwing wel verder op ingaan. Oké, wat voor boodschap heb je aan de spelers gegeven om ze te motiveren voor de eerste wedstrijd? De volledige focus op de eerste wedstrijd. We denken op dit moment even niet aan de andere 3. Het is step by step, wedstrijd voor wedstrijd, de competitie benaderen. Dus de volledige focus is nu op Antigua. En daar richten wij ons op. En we moeten een goede start maken om succesvol te zijn aan het eind van het traject. Wat gaan ze extra moeten doen voor een positief resultaat? Ze gaan hun kansen die ze zullen krijgen, zullen ze goed moeten benutten. Heel goed moeten benutten, omdat in dit toernooi ook het doelsaldo een rol zal kunnen spelen. De eerste wedstrijd is zelf van Antigua met 4-0 geëindigd. El Salvador met 7-0, dus jij moet ook scoren. En we zijn dus op de generale training voor Match Day. En we hebben dus een Surinamer die zijn landgenoten is komen aanmoedigen. En hij mag van mij zichzelf even voorstellen. Ik ben Hubert Roberts. Ik woon al 30 jaar hier op Antigua. Nou, en u bent vandaag hier op de training. Wat een verrassing. Oh, we zijn nieuwsgierig. Hoe bent u hier beland? Wel, ik heb een kennis. Die is van de Antigua Barbuda Federal Football Association. Yes. En ik heb hem dus gevraagd om contact voor me te leggen met de leider van het team hier in die hier van Suriname is. En zo ben ik in contact gekomen met Mikel en heb ik hem dus een WhatsApp gestuurd dat ik dus het team wil komen ontmoeten. Oké, okay, dat is heel mooi. Dus we hebben wel Surinamers die wonen op het eiland Antigua en Barbuda. Ja, yep, ongeveer
10 heb ik, kan ik sowieso tellen, maar er zijn er meer. Okay. Maar 10 voor zeker weten. Heeft u zelf eerder gevoetbald? Als een kleine jongen, ja. In de neighborhood, in de buurt. Maar u kunt het wel, u bent wel een hele goede supporter, een trotse supporter voor Suriname. Altijd, en hart en nieren. Nou, dan hebben we eigenlijk kennis gemaakt met onze Surinamer op Antigua en Barbuda. Heeft u misschien nog een boodschap voor onze jongens? Tel me niet teleur. Laat Suriname winnen, zodat ik trots tegen mijn vrienden enzovoort kan zeggen van, zie je wel? We kunnen het. In aanloop naar de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Antigua en Barbuda hebben we enkele kennismakinggesprekken gehad met spelers. What's your position? Midfield slash attacker. Okay, forward. Yeah, forward. Who you play for? Mijn naam is Jai Prier. Ik speel voor PEC Zwolle, ik ben 18 jaar. En ik ben striker, dus gewoon spits. Ik heb gekozen voor Suriname, omdat dit mijn geboorteland is. En ik ben al eerder uitgekomen voor Suriname. Tot nu toe loopt het nu heel goed af. En de trainingen zijn goed, dus het is gewoon afwachten tot de wedstrijd. Heb je veel informatie over de tegenstander? Vandaag hebben ze gespeeld, ze hebben gewonnen. Dus we weten een paar van die dingetjes af. Wat zijn jouw verwachtingen? Natuurlijk, ik wil niet gelijk opscheppen of zo, maar we zullen er tegenaan gaan. Ik ben Jean-Pierre Chunachoy, ik ben 18 jaar oud. En ik speel voor NV Transvaller en ik ben een middenvelder. Ja. Oh ja, ik vind het heel fijn dat ik ben gekozen. Het is een goede uitdaging. Vandaag zijn we naar de wedstrijd van Antigua komen kijken en ze hebben gewonnen. Ze zijn toch wel goed, dus we hebben huiswerk, denk ik. En wat zijn jouw verwachtingen? Mijn verwachtingen zijn gewoon een pittige wedstrijd. Als iedereen zijn best doet, dan komt het goed uit. Mijn naam is Gerino van Gom, ik ben 18 jaar oud. Ik speel bij AZ en ik ben rechtsback. Waarom heb je gekozen om uit te komen voor Suriname? Suriname is mijn geboorteland. En ik wil er graag voor spelen, dus dat is eigenlijk een makkelijke keuze. Hoe lopen de voorbereidingen naar de wedstrijd tegen Antigua voor jou? De voorbereidingen lopen goed. Ik doe mijn best, de groep is lekker. Dus ik heb wel veel vertrouwen. Wat weet jij over de tegenstander? Ik heb ze vandaag zien spelen. Ik denk dat we wel wat tegenstand kunnen verwachten. Maar ik heb veel vertrouwen in ons team, dus ik denk wel dat het goed moet komen. Mijn naam is Pinat Robinho, ik ben 18 jaar oud, ik speel voor NV Notch en ik ben een middenvelder. Antigua de Maboom, want ik heb een wedstrijd Togo ook zo, ik heb ook op de salsa. Mijn naam is Hector Sranama en daarom maak ik play Ginacho en we winnen. Dat was het voor editie 2 van Nacho Under 20 vanuit Antigua en Barbuda. Nacho U20 speelt tegen Antigua en Barbuda op 25 februari om 3 uur Antigua en Barbuda time en om 4 uur Surinaamse tijd. Kijk ook uit naar het evaluatiegesprek met de bondscoach Werner Blackson na deze wedstrijd. Like en subscribe de YouTube pagina Inside Nacho, de Facebook pagina van Telesuur en volg ons op ATV. Tot de volgende update.